Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken en dat zijn stapelwolken en die leveren hier en daar een bui op. Maar langs de westkust scheen de zon vandaag flink. Vanavond lossen de buien geleidelijk op, komen de bredere opklaringen. In de loop van de avond ligt de temperatuur rond 7 graden en in de nachtelijke uren daalt die tot dicht bij het vriespunt. Aan de grond kan het dan op veel plaatsen weer licht gaan vriezen. Plaatsgrond staat een mistbank, maar verkeersbelemmerend wordt die amper. Het blijft vannacht droog en ook morgen overdag zijn er weinig buien. Alleen in het zuiden en uiterste zuidoosten kan nog een enkele bui vallen. Maar in de rest van het land lijkt het een droge zaterdag te worden. De zon schijnt geregeld en het wordt 11 tot 13 graden. De wind komt uit het noorden en die is morgen windkracht 3 tot 4. Zondag neemt hij toe naar windkracht 4 tot 5. Het is een koude noordenwind waardoor de temperatuur naar beneden gaat. Zondag blijft het droog met af en toe zon en temperaturen van 9 tot 11 graden. Ook maandag droog weer, nog steeds de noordenwind en geen hoge temperaturen. Dinsdag gaat het weer regenen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.